Hallo allemaal, vandaag wil ik met jullie lampen gaan tekenen. Ja, lampen zijn er in allerlei vormen, maten, verschillende uitstralingen. Uitstraling, leuk voor een lampje. Ja, tekenen jullie weer mee? Ja, vandaag ga ik met jullie lampen tekenen. Nou ja, lampen heb je in allerlei vormen. En formaten en je hebt hanglampen, staande lampen, tafellampen, noem maar op. Maar hoe teken je dat nou? Nou, ik heb een hele eenvoudige staande lamp. Ja, nou, een staande lamp is misschien eigenlijk best wel nog een van de eenvoudigste. We beginnen met de voet. Zo. Op de staander voor een lamp. Een vrij smalle. Ik zie dat mijn stift alweer vrij dik is. Zo. Dan kan ik hier nog even de schaduw zo van die stok. En dan doen we gewoon de lampenkap erop. Laten we iets een beetje taps toelopen zo. En aan de bovenkant weer sluiten. En dat is hem eigenlijk al. Je kan hier nog een, ik weet niet of je dat tegenwoordig nog zo hebt, een touwtje hangen voor de schakelaar. En als die aan is, dan straalt hij natuurlijk. Dus dan zou je dat zo kunnen doen. Van hij is aan. Nou, dat is er één. Je zou hier nog even wat schaduw kunnen geven. Maar dat is niet handig als die aan staat, want dan zie je die schaduw natuurlijk niet. Een hanglamp. Die komt dan vaak uit het plafond natuurlijk. Dus even een draadje lopen of een ketting. Vaak niet zo dik als ik het nu teken. Laten we eens een bol tekenen. Een bolle hanglamp. Oh, ik zie al dat niet helemaal in het midden uitkomt. Die had meer in het midden moeten uitkomen natuurlijk. Zo. En bijvoorbeeld, het is een tegenwoordig zie je dat weer heel erg in die rotanlampen. Ja, dan is het een beetje gevlochten werk zo. Ja, het is niet mijn beste lamp ooit. Dit, zoals je wel ziet. Goed, dat had ik beter eerst de lamp kunnen doen en dan pas het draad eraan. Hè? Want dan had hij rechter gehangen, denk ik. Hij is ook niet helemaal rond, zie ik. Nou, misschien moeten we dat even opnieuw doen. Zo. En het lampje zit hier natuurlijk ergens in, maar je kan hem er ook net onderuit laten komen. Het is een beetje jaren 70 lamp misschien wel zo. Zo. Hoppakee. En dan... Dan maken we er geen rotan van, maar dan bijvoorbeeld een glazen lamp, wit glas. Het was toen best wel in, jaren 70. Oh ja, ben je al zo oud, Maarten? Nou, ik was toen kind, dus ik ben opgegroeid in de jaren 70. Hier misschien nog een reflectie zo erop. Ja, ik vind het best een aardige lamp. Nou, deze kun je ook kleiner doen. Dan hebben we een tafellamp. Wat je tegenwoordig ook wel ziet, dan is het een... Ik ken hier woonbladen tegenwoordig. Dan zie je zo'n lamp en die zit in een kruik of in een vaas. Zo. Nou komen we hier een beetje in het geding met die andere lamp. Maar we kunnen hem ook zo doen. Zo, dan hebben we een lamp in een vaas. Dat zie je tegenwoordig ook steeds vaker. Nou, ik vind dat zo heel wat lampen al hebben getekend. Nou ja, vroeger had je natuurlijk ook nog. Hè? We kennen hem allemaal van het lampje van Pixar. Zo'n soort bureaulampje. En een schakelaar erop. Zo. Zit op zo'n armatuur. En dan teken ik dat natuurlijk even uit mijn hoofd. Maar zo. Zo, een beetje een Pixar lampje idee. Kunnen we natuurlijk ook nog een beetje reflectie optekenen. Zo.
Nou, ik zou zeggen, ga zelf eens aan de slag met nog wat lampen. Ik zeg al op internet, je vindt van allerlei soorten lampen. Je kan natuurlijk ook je eigen lamp gaan ontwerpen. En ja, dan zie ik jullie morgen terug in de volgende video. Tot morgen!